onvervalste derby dus tussen vierdeklasser Bree en de nieuwe derde nationaler Bocholt. En de inzet loog er niet om, een plaats in de 16e finales van de beker van België. Bree Bocholt is, ondanks de zware hitte, een spectaculaire wedstrijd. In de eerste helft kop van de Rooidonk vormmoedig Bree naast. Aan de overkant kan doelman Cornelis het schot van Michels nog net in hoekschop boksen. Bocholt komt halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong als Top op de rand van buitenspel aangespeeld wordt en buiten het bereik van Cornelis binnentrapt, 0-1. In de tweede helft schreeuwt heel Bree om een strafschop als Tim Lemmens neergaat in het strafschopgebied. Scheidsrechter Mons wuift al het protest weg. Het is Bocholt dat zich kwalificeert als Nijs in de slotfase met een mooie omhaal de bezoekers op 0-2 brengt. Bree Bocholt eindigt zo op 0-2 en derde klasser Bocholt gaat naar de 16e finales van de Belgische beker.